Het is donderdag 29 juni 2017. Dit is de Battenvieren podcast. Voor lekker rechtsgeluid. Deze week hebben we te gast onderzoeksjournalist Peter Siebold. Mijn naam is Latte Brouwer en als sidekick heb ik meegenomen Wim van den Berg. Welkom. Dankjewel. Bij de Battenvieren podcast. We gaan het vandaag hebben over een boek, Modus Operandi, met als ondertitel De Pro-Palestijnse Lobby en de Kruistocht van de Kerken. Juist. Nou, dan is het een boek met ontzettend veel details en heel veel bronnen. Misschien dat we nog op die details in kunnen gaan. Lang niet alles, daarvoor moeten mensen maar het boek kopen. Maar laten we helemaal top-down beginnen. Heel veel rechtse mensen zijn pro-Israël, sommigen wel overwogen. Anderen omdat je nou eenmaal pro-Israël moet zijn, omdat je rechts bent. Met links hetzelfde. Mensen die zijn pro-Palestina omdat ze links zijn. Soms zonder enige overweging. Anderen hebben daar wel overwegingen bij. Zou je als inleiding een algemeen beeld kunnen geven van de situatie en hoe dat ideologisch voortkomt uit links of rechts? Nou, als je naar rechts gaat kijken, dan kom je eigenlijk terecht, zal ik zeggen, bij de christelijke mensen. Vooral de kerken die van oorsprong pro-Israël waren, omdat de Bijbel en Christus en ga zo maar door. Alleen jammer genoeg is dat de afgelopen 3 decennia veranderd, omdat de kerken door een aantal mensen omgeturnd zijn tot pro-Palestijns. Maar er zat dus een andere agenda tussen. Maar er zijn nog altijd mensen vanuit de kerken die zeer pro-Israël zijn. Daarnaast heb je dus een groep mensen die pro-Israël zijn, omdat links pro-Palestijns is. Dus mensen zeggen van nou, als ze pro-Palestijns zijn, kan het nooit goed zijn. Dus dan moeten we Israël steunen. Want die ervaring hebben ze wel gehad in andere landen bijvoorbeeld. Nou ja, en dan heb je uiteindelijk natuurlijk de Joodse bevolking zelf in Nederland of in Europa. En die kun je ook in 2 kampen verdelen. Je hebt de linkse Joden, die ik wel eens heel cru zeg van Joodse NSB'ers. En dan heb je dus echte Joodse mensen die trots zijn op Israël, trots zijn op hun land. Waar ze dus uiteindelijk recht op hebben gekregen, nadat ze jarenlang eerst zijn weggejaagd, eeuwen terug. En dan jarenlang achtervolgd in alle landen en weer terug zijn kunnen keren naar Israël. Nou ja, en dan krijg je dus aan de andere kant de pro-Palestijnse beweging. Waar komt dat nou vandaan? Nou ja, dat is een heel verhaal, maar daar zal ik niet al te diep in gaan. Dat komt oorspronkelijk vandaan uit de communistische wereld. Die dus, vooral vanuit de Sovjet-Unie, voormalige Sovjet-Unie, alle revoluties in de wereld gingen helpen en financieren en trainen. Die gingen dus ook onder andere, want Israël was natuurlijk pro-Westers, die gingen natuurlijk alle Westerse landen in de wereld aanpakken, van binnenuit uithollen. Dus waren de Palestijnen onder andere ideaal om die te gaan gebruiken tegen Israël. En dat gebeurde dus onder andere met aanslagen en ga zo maar door. En het was dus ook niet verwonderlijk dat je vanuit de linkse beweging in Nederland, dat begon onder andere met het Rode Verzetsfront. Er zijn toen mensen van GroenLinks, onder andere Sam Pormes, Evert van den Berg, die zijn toen naar Tjaad gegaan om te worden getraind in de Palestijnenkampen. Hoe je moest omgaan met Kalashnikovs en hoe je bommen moest maken. En gaan ze maar door. Het is later ook wel eens een keer tevoorschijn gekomen. Zou je kunnen zeggen dat het een proxyoorlog is van links tegen het Westen? In die tijd zeker. In die tijd zeker. In die tijd zeker. Dat is in de loop der jaren is dat vervaagd tot 1 grijze massa. En dat komt eigenlijk omdat ook vanuit links vandaan zoveel mogelijk de verschillende kampen in het Westen tot ontzuiling werden gedwongen. Dus het moest allemaal 1 grijze massa zijn, waarin natuurlijk de linkse invloeden de boventoon voerden. Ja, want inderdaad Peter, want als je inderdaad het boek leest, je leest inderdaad echt ontzettend veel verschillende organisaties. Denk je ook dat dat inderdaad ook, juist ook omdat het inderdaad zoveel verschillende organisaties zijn, dat het eigenlijk ook zo grijs is geworden dat mensen eigenlijk ook gewoon in die zin ook gewoon door de boom het bos ook gewoon niet meer weten? Nou, dat is heel goed dat je dat zegt, want dat is natuurlijk ook een van hun doelstellingen. Hoe meer de mensen niet weten of hoe die in elkaar zit, hoe beter je je zaken kunt doen. Want het is natuurlijk door de jaren heen, als ik bijvoorbeeld stel dat in de jaren eind jaren 60 of 65 begon de NOVIP,
En dat ging dus, dat breidde zich uit als een olievlek. Maar toen hadden we dus, zal ik zeggen, van 60 tot 80 hadden we in Nederland een paar duizend NGO's, hè, ze heet ze, niet gouvernementele organisaties. Nou, door de jaren heen zijn dat duizenden geworden. Die hebben zich dus als een octopus over de hele wereld verspreid. Die netwerken zijn zo enorm groot dat mensen überhaupt geen idee hebben hoe machtig ze zijn achter de schermen. Ja, en voor degenen die niet helemaal bekend zijn met de term NGO's, mm-hmm. dat zijn dus niet overheidsorganisaties. Ja, niet gouvernementele organisaties. Ja, maar ze krijgen dus wel geld van de overheid. Nou, dat is dus ook een ander kuntje wat ze dus sinds de periode in Uil hebben ingevoerd. Dat hebben ze heel knap gedaan. Is dat ze dus vanuit hun politieke vrienden, die dus ook in al die organisaties veelal zitten, tijdens hun politieke carrière of na hun politieke carrière. Hè, Novo bestaat een mooi voorbeeld van. Want de dame die er nu zit, komt uit GroenLinks vandaan. Hoe heet ze die? Uit Iran. Onze dame, ik ben even naam. Farah Karimi, denk juist, ik. Ja, Farah Karimi. En ze zijn er dus veel meer geweest. Want Bram van Ooyek van GroenLinks, die was dus ook voorzitter van de NOVIP. Nou ja, ze kunnen nog tientallen opnoemen. Dus sinds die NOVIP-periode is dat netwerk enorm, maar dan ook enorm gegroeid. En ze hebben dus gezorgd, eerst vanuit Nederland, dat de ministeries, vooral buitenlandse zaken, daar miljarden voor ter beschikking stelden. En was dat misschien in het begin een miljard? Nou, het gaat op dit moment over heel veel miljarden die dus naar al die organisaties gaan. Direct en indirect. Want wat we niet weten, ook weer zo mooi, dat ze dat vanuit de schaduw geregeld hebben, dat is dat Nederland via buitenlandse zaken en binnenlandse zaken direct allerhande NGO's financiert. Maar dat onze subsidies van Nederland naar de Europese Commissie en naar de Verenigde Naties via die omweg ook nog eens een keer bij die groepen komt, hebben mensen geen enkel idee van. Want wat doen die groepen? Die vragen een project aan, bijvoorbeeld in Afrika of in Azië. En dat project staat dan in de politieke aandacht. Niet alleen in Nederland, maar dan ook in Brussel bijvoorbeeld, ook bij de VN. Dan vragen ze in Nederland geld aan voor zo'n project, maar tegelijkertijd ook in Brussel en ook bij de VN. Dus er gaan enorme geldstromen in om. En als ze dan graag geldstromen hebben waarbij de overheid niks of niks over te zeggen heeft, dan gaan ze dus een organisatie zoals de Postcode Loterij oprichten die bij hun zit. Want dan kunnen ze zeggen van als er controle is, nee, maar dat geld komt van de Postcode Loterij, niet van de belastingbetaler. Daardoor zie je dus ook inderdaad dat mensen zoals Bill Clinton, die normaal gesproken eigenlijk gewoon niks in Nederland te doen hebben, in één keer natuurlijk ook naar Nederland komen. Tuurlijk, maar dan kun je ook zien dat zo'n Postcode Loterij verbonden is met de Clinton Foundation. En dat die Clinton Foundation in dezelfde projecten actief is, of grotendeels veel projecten actief is, waar ook buitenlandse zaken financiert, mevrouw Plaume. Want dat inderdaad viel mij wat dat betreft ook inderdaad op. Dat was echt dat inderdaad dat je ook een soort van een schimmige lijn ook hebt. Dat beschreef je ook eigenlijk ook in het boek. Dus eigenlijk ook wel inderdaad wat wij eigenlijk ook aan de oppervlakte zien en wat we ook in de media zien. En ook aan de onderkant eigenlijk een soort van lijn waarbij we inderdaad zien bijvoorbeeld op pagina 193 staat bijvoorbeeld het Goudse GroenLinks. Ik ga ook stenen gooien inderdaad. Maar hoe diep zijn nou eigenlijk ook die contacten eigenlijk tussen, laat ik het zomaar zeggen, inderdaad de bovenwereld, laat ik het zomaar dan even de politieke bovenwereld en onderwereld. Hoe schat je dat namelijk in? Nou, dat heb ik in het boek Econostra, heb ik op de afbeelding staan, op de voorkant van de kaf, staat het spekkoek. En zo moet je dat ook in dat machtige netwerk zien, dat in die bovenste laag van die spekkoek zit de politiek, de VN, de Europese Commissie, nationale overheden, en dan ga je daaronder zitten de kerken, de vakbeweging, de universiteiten, en de laag daaronder kom je terecht bij de Pax Christi's, bij de Oxfam Novib, en hoe dieper je in die spekkoek zak, hoe radicaler die organisaties worden. Want dat zie je, hè, dat lees je natuurlijk ook inderdaad in modus operandi, dat eigenlijk eigenlijk de verbinding wordt eigenlijk grotendeels gelegd eigenlijk tussen twee organisaties, namelijk in het Pax Christi en het Palestina Comité. Waar dubbele petten zitten. Ja, en daar zie je inderdaad dan ook echt, is er, want
Is dat, want dat is dus echt inderdaad dan ook volgens u inderdaad dan ook echt de grootste, ja eigenlijk de grootste stroom, zeg maar, waarbinnen eigenlijk dus dan dus ook die linkse kerk eigenlijk loopt. Als je het dus hebt over de Palestijnen, dan is dat, zal ik maar zeggen, de belangrijkste beleidsmakers voor alle subsidies en voor de media, alles wat maar pro-Palestijns is. Dan kom je daar terecht. En dan moet je zo zien dat Pax Christi, het van oorsprong een kerkelijke organisatie is, tussen haakjes. Want dat beschrijf ik ook door die meneer Alfrinke, die als jonge priester ging studeren in Jeruzalem. En al heel snel, dan praat ik over 1928, heel snel vond dat die Joden veel te modern waren. En die Arabieren, die geloofden nog echt die islam. En hij had veel respect voor Al-Husseini, de latere vriend van Hitler, die meneer. Dus toen hij terugkwam in Nederland, ging hij dus die anti-Israël, anti-Joods, ging die voortzetten in de beweging Pax Christi. En toen hij op het begin van Pax Christi binnen de kerken het voor elkaar had dat de meerderheid ook pro-Palestijns werd, de katholieke kerk, toen gingen ze dus die café oprichten vanuit Pax Christi vandaan. Want ook die protestantse kerken moesten mee. En toen ging Mien-Jan Faber bijvoorbeeld, hè, en Jan Terlaak, die is overleden nu, die met z'n beiden, die gingen dus het veldwerk verrichten om alle kerken ook pro-Palestijns te maken. Nou, dat vind je tot in detail in het boek terug. Hoe is dat gegaan? Wat hebben ze gedaan? Nou, weet je? En ze hebben het zelfs zo ver voor elkaar gekregen dat ze de moslims hebben geleerd, of de Palestijnen, van wij zijn eigenlijk de slachtoffer van de Holocaust. Dat hoor je tegenwoordig. Hè? Het is bij Pax Christi begonnen. Wanneer het begon kun je vinden in het boek, precies op de datum, jaren geleden. Want je ziet inderdaad wel dat inderdaad de strategie inderdaad van links eigenlijk dus heel uitgebreid is. Inderdaad voor elke case eigenlijk opnieuw weer een nieuw groepje oprichten. Inderdaad tot in de treurens toe. Ja. Laat rechts eigenlijk nou niet gewoon een steek vallen in die zin? Nou, kijk, het probleem is, bij links, het ontstaat bij links allemaal uit idealisme. Hè? Totdat ze op een bepaalde functie terechtkomen in een organisatie. Flink geld gaan verdienen, fatsoenlijk salaris, ze kunnen een huisje kopen, een hypotheekje, ze zijn gewend over de hele wereld te reizen, van de ene VN-conferentie naar de andere, schaduwconferenties te houden, wanneer dat wat is. Kijk, rechts over het algemeen zijn mensen die werken, die een bedrijf hebben, die een doel nastreven om geld te verdienen en een carrière op te bouwen. Die gaan het 's avonds niet nog eens een keer politiek bedrijven op een enkeling na. Dat is het probleem. En als je dan in het rechts, als ik het dan het bedrijfsleven vergelijk met die NGO's, dan proberen ze van elkaar een stukje van de koek af te snoepen. Bij het rechtse gebeuren. Hè, in het bedrijfsleven. Maar wat je bij links hebt, daar heb je een aantal mensen die aan die subsidiekranen zitten. Dat zijn dus allemaal zeggen de rentmeesters die dat hele systeem controleren. Als dan een NGO even buiten het straatje poept of buiten het dingetje poept, dan wordt even het subsidiekraantje een beetje dikker daar en dan loopt hij mooi weer in de lijn. Dus dat is één geoliede machine. Dus je zegt van rechts concurreert meer onderling en streven dus meer, en misschien ook vanwege het individualistische versus het collectivistische. Correct. Dat rechtse mensen meer voor hun eigen hachje zorgen. Correct. En hun eigen en dus ook onderling met elkaar kunnen concurreren. Terwijl links dus één grote massa is. Een grote ideologie hebben ze. En ja. Op een gegeven moment moet je ook niet vergeten dat vanuit die linkse ideologie mensen afhankelijk worden gemaakt. Hè? Want dat was vroeger dus ook in die voormalige Sovjet-Unie, stap ik weer even terug. Individu mocht niet. Het individu werd kapot gemaakt. Wij denken voor je. Wij zorgen als je ziek bent, krijg je geld. Weer vakantie, kun je vakantie. Niet denken, want dan verlies je macht. Want als mensen, individuen, tot ontplooiing komen, hebben ze jou niet meer nodig. En dat is bij links is dat afschuwelijk, die leven van de armoede binnen de maatschappij. Of dat nou geestelijke armoede is of niet, daar leeft links van. Als een maatschappij tevreden is, joh, dan hebben ze helemaal geen recht meer van bestaan. En dan hebben ze niks meer te doen en daar zijn er geen comité's meer om te subsidiëren. Als staat SP niet zitten in Amsterdam naar de schimmelende woningen te kijken, bij wijze van spreken. Of dan roept de SP niet op van we moeten gaan kraken. Of GroenLinks met dat dwars hebben een bommetje nog op zolder liggen waar ze eventueel mensen mee kunnen dwingen. Ga zo maar door. Daar heb ik het over extremen. En wat ik me afvraag, je noemde net van het begint ideologisch. Ja. Ik krijg een beetje de indruk dat je dus een bovenlaag hebt, die dus inderdaad vrolijk rondreist, goed geld verdient.
Zijn die überhaupt ooit ideologisch begonnen? Of zitten die daar al vanaf het begin in uit een soort eigen Ze zijn gewin? Allemaal wel een beetje ideologisch begonnen. Kijk, er zijn er een aantal die zijn vanuit politiek gedrevenheid, linkse politieke gedrevenheid erin gerold. Hè, vooral toen de tijd CPN, PSP, PPR, het huidige GroenLinks. Maar er zijn er ook een aantal die gewoon als collectant, bij wijze van spreken, begonnen zijn. En dan langzaam zijn opgegroeid binnen zo'n organisatie. Geld zijn gaan verdienen. Veel gereisd hebben. In mooie hotels hebben kunnen wonen. De hele wereld gezien hebben. Nou, dan heeft het niks meer te maken met het idealisme waar ze mee begonnen zijn. Ja, ik kreeg ook een beetje de indruk dat die bovenlaag die we nu beschrijven, dat die er is. Maar dat er ook een heel groot voetvolk is van mensen die eigenlijk niet precies weten waar ze mee bezig zijn. En zoiets hebben, oh die arme Palestijnen. En die gaan dan, het zijn natuurlijk allemaal dingen, die NGO's waar je niet echt tegen kan zijn. Zeg maar. Nee, natuurlijk. Ze hebben hoog knuffel gehaald. Hè? En daarop drijven ze. Maar het is niet die onderste laag, het is de middenlaag. Die onderste laag kun je vergelijken met Palestijnse terroristen. Dat zijn gewoon mensen die meegedaan hebben in bijvoorbeeld de rellen in Israël met Palestijnen. Andere dingen. En die echt tot alle andere dingen in staat zijn. Ja, en het is de afhankelijkheid die je net noemde. Is dat ook om het feit dat ze alleen maar binnen dat netwerk dan nog hun geld kunnen verdienen als ze eenmaal een beetje leuk Tuurlijk, verdienen? Tuurlijk, ze kunnen nooit in het bedrijfsleven terecht. Dan weet je niet wat het is. Hun eigen geld verdienen kunnen ze niet. Ja, precies. Dus ze hebben geen enkele andere uitweg. En dat is natuurlijk bij rechts ook anders. Hè? Want als iemand je bedrijf kapot maakt, dan kan je een nieuw bedrijf starten. Ja. En dat kan je in een totaal andere industrie doen, los van degene die je gefrustreerd heeft. Genoeg initiatief hebt, wel, ja. Ja. Ja, want is het ook niet gewoon dan ook een andere manier van in die zin politiek bedrijven? Hè? Dus ik denk dat zeg maar echt goede rechtsideologen die doen dat in ieder geval op basis van veel lezen, veel theorie. Maar dat eigenlijk links dan ook veel meer de niet zozeer eigenlijk de wetten van leerstof eigenlijk hanteren, maar veel meer de wetten van de macht. Dus veel meer van nou hoe bedrijf je nou macht, hoe zorg je nou voor dat machtsspel? Is dat ook niet gewoon een heel groot verschil wat je daarin ziet? Dat is een heel belangrijk onderdeel van linkse gebeuren. Want daar ga ik maar even terug de geschiedenis in. Op een gegeven moment toen links dus zich steeds verder ging uitbreiden, toen hadden ze een heel belangrijk wapen. En dat wapen werd ze aangegeven of aangereikt vanuit wederom de Oostbloklanden. En dat wapen heet antifascisme, antiracisme. Ze gingen iedereen die het niet met hun eens was, gingen ze beschuldigen van fascist. Wie wilde nou, van politicus tot de man op straat of vrouw op straat, wie wilde nou beschuldigd worden van fascisme? Na die afschuwelijke Tweede Wereldoorlog. Dus iedereen werd monddood gemaakt. En als je dus ook ziet hoe in die tijd antifascisme organisaties zijn opgericht. Nou hebben we nog AFA en dat soort dingen meer. Artikel 21. Maar hoe die van het begin zijn opgericht. En welke radicale methodes ze hebben toegepast tegen andersdenkenden. Afschuwelijk. Ja, want inderdaad, we hebben inderdaad ook al eerder in een eerdere podcast inderdaad hebben we ook al inderdaad besproken. Volgens mij mijn eerste podcast bij de Batavia podcast inderdaad dat er ook niet een goede term ook is om eigenlijk dan ook weer te counteren. Omdat namelijk je ziet inderdaad, iedereen wordt al heel snel racist of een seksist of fascist. Maar je hebt eigenlijk als rechts niet echt een term om dan te zeggen van hey, dit is niet goed, zeg maar. Nou, ik zal je een mooi voorbeeld geven. En dat komt weer door de onwetendheid van mensen. Nederland heeft een prachtstukje geschiedenis wat verzwegen wordt. Wat eigenlijk op school onderwezen en wat in onze geschiedenisboeken hoort te zijn. Wist je dat de eerste buitenlandse geheime agenten van de Sovjet-Unie Nederlanders waren? Wist je dat de bekende Henk Sneevliet, waar links allemaal jubelend onze vakbondsman en wist je dat de adviseur van Stalin was? Dat die vent door Stalin naar China gestuurd is om Mao te helpen bij het opzetten van zijn communistische partij? Wist je dat iedereen zweeg toen in de Gulag 22 miljoen mensen vermoord werden en bij Stalin 50 miljoen mensen? Ik zeg wel eens voor flauwekul, dat is een grapje, als er een bijeenkomst is waar ik politici zie staan en er staat in een hoekje GroenLinks of de partij van nou loop ik er naartoe en dan zeg ik dan, kunnen jullie me vertellen waar de Adolf Hitlerstraat is? Ja, dan beginnen ze te grinniken, net zoals jullie nou doen. Zeg, waarom lach je dan? Ja, jij denkt toch niet dat? Zeg, jawel, ik reed net door de Henk Sneevlietstraat, onder de Henk Sneevliet-tunnel. 22 miljoen doden Gulag, 50 miljoen doden Mao, hoezo? Mensen weten het niet. Dus als iemand jou beschuldigt van fascist, dan zeg je, wie ben jij? Ben jij niet degene die uit dat clubje stamt, die zwegen toen er 22 miljoen mensen
afgelopen. We zouden alleen een mooi woord voor moeten vinden. Maar dat is dus inderdaad, hè, dus inderdaad de term inderdaad, zoals solidariteit, duurzaamheid. Ja, ja, dat, rechts heeft partijkartel. Dus we moeten even dat woordenboek maar eens een beetje gaan uitbreiden dan. Hè? We moeten met z'n allen maar eens eventjes leuke woorden zien te verzinnen. Wat dat aangaat wel, maar nou, dit is dan meteen een soort prijsvraag aan de luisteraars. Kom eens met een naam voor de linksers over het afschuwelijke drama van Stalin en Mao. Hoe gaan we ze noemen? Niet fascist of rode fascist, maar ja, dit is weer nieuw. Nee, je moet een andere leuke naam vinden. Ik opper zelf altijd de term en eigenlijk, ja, dat is eigenlijk ook mede ook door Hans van Lieten, ook een eerdere podcast gast ook ontstaan, Linky Winky, wat ik altijd wel een leuke term zelf. Ja, maar dat is leuk. Nee, fascisme, dat roept iets op. Dat roept iets op. Maar goed, iets als een marxist of communist, kijk, het is natuurlijk een ideologie die, nou ja, om en nabij 100 miljoen doden heeft gekost. Ja. Maar toch niet die negatieve annotatie krijgt. En dan ben ik zelf half Tsjechisch, dus ik heb van mijn moeder wel heel goed meegekregen wat communisme dan precies is. Wat ze trouwens in Tsjechië socialisme noemen, wat heel interessant is. Maar noem het verschil. Noemen ze het verschil? Nou ja, er is dus eigenlijk geen verschil. Begrijp je? Maar er wordt wel gedaan alsof communisme iets totaal anders is dan socialisme. En sociaaldemocratie, dat is helemaal iets beschaafd. Terwijl het is natuurlijk één pot nat. Maar het rare is dat dus geen scheldwoorden zijn. Dat fascist wel een scheldwoord is en communist niet. Terwijl onder Amerikanen was dat natuurlijk wel zo. Van een commie. Nog altijd. Dat nog was, altijd. Good commie is a dead commie. Dus dat... Waarom is het nu in Nederland geen scheldwoord? Dat is een hele mooie vraag. En je moet je naam, dat net ik zeg waar ik eigenlijk mee begon. Er is een prachtstukje Nederlandse geschiedenis, wordt verzwegen. En doordat die verzwegen wordt, weten mensen ook niet wat communisme is. Tenminste, vooral de jongeren tegenwoordig. Hè? Want ik noemde net die Henk Sneevliet. Maar Nederland was ook betrokken toen de tijd in de Spanjeoorlog, de burgeroorlog. Hè? Waar zoveel Nederlanders trots op zijn dat hun vader of opa heeft in Spanje gevochten. Maar dat werd door Stalin geïnitieerd in het begin. En de Nederlandse brigade, weet je hoe die heette? De Zeven Provinciën. En weet je waarom die de Zeven Provinciën heette? Omdat Henk Sneevliet, toen hij dus in Indonesië zat, de arbeiders had opgestookt. En dat ze toen het Nederlandse marineschip de Zeven Provinciën kaapte. Die naar Rusland wou varen en door onze eigen luchtmacht gebombardeerd is. Heb je het ergens gelezen in de schoolboeken? Nee, hè? Begrijp je? Ik bedoel, daarom weten mensen ook niet wat communisme is. Daarom, ze hebben dat zo goed weggestopt, maar een prachtstukje geschiedenis. Maar maakt het je aan de andere kant ook niet, Peter? Want kijk, ik kan me voorstellen dat als jij de tv inderdaad al gewoon aanzet en je ziet inderdaad al het NOS-journaal en je ziet inderdaad weet je wel, alweer hè, op de tv zelf, maar inderdaad het dus mensen zoals Lies Wegzegveld en de Annelies Moors, de Twan van Tevelus, die je inderdaad ook allemaal in het boek inderdaad beschrijft, maar word je daar niet ook gewoon een soort van politieke atheïst van, dat je denkt van ja, misschien ben ik ideologisch wel rechts, maar ik wil gewoon met de mensen die er nu in ieder geval zitten, wil ik gewoon helemaal niks mee te maken hebben. Weet je wat is? Niks mee te maken hebben. Ik wil ze op de voet volgen. En waarom volg ik ze op de voet? Ik vind dat er mensen moeten zijn die ze aan de kaak stellen. En dat is ook eigenlijk waar ik me op richt, is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van wie zijn die figuren die daar op tv hun verhaal lopen te vertellen. Die in de Volkskrant, Parool of NRC. Nee, Parool is een stuk beter geworden de laatste jaren. Maar het NRC, wie zijn, het AD, wat zijn er van mensen? Hè? Weten mensen eigenlijk wel wie die figuren zijn die daar? En om je te zeggen hoe ik reageer als ik tv of kranten lees, zou je eigenlijk mijn vrouw moeten vragen. Want die zegt alsjeblieft, lees alsjeblieft niet waar ik bij zit. Of kijk alsjeblieft niet naar het nieuws waar ik bij zit. De ergernissen die stapelen zich zeg maar zo vreselijk op dat het niet meer lukt. Nee, het lijkt een beetje Archie Bunker die tegen die tv zit te kletsen. Want dat heeft mij, dat is denk ik ook wel de belangrijkste les in ieder geval die ik ook wel in die zin ook wel in het van het boek ook wel ook heb geleerd zeg maar. Want het is natuurlijk
Want ik denk dat zeker binnen rechts is er natuurlijk ook, binnen bijvoorbeeld in de VVD, et cetera, is natuurlijk ook eigenlijk is ook gewoon zo'n soort kliek. En de beste les die ik hier ook heb geleerd, is dat er echt gewoon een hele grove scheiding wat dat betreft ook is tussen de ideologie en de praktijk ook in het veld. En dat is dus inderdaad ook, wat we dus ook net ook hadden ook over het partijkartel. Van Thierry beschrijft het als iets heel abstracts. Jij beschrijft het, Peter, als iets heel concreets. En ik denk dat een heleboel van die, dus echt ook de concretisering, dat het daar ook heel erg veel op dit moment ook gewoon op stuk loopt, wat mij betreft. In ieder geval aan de rechterkant. Dat klopt. Kijk, als je mensen dus in een discussie wilt wapenen, of in een dialoog wilt wapenen, dan moet je ze voeden met kennis. Maar dan wel kennis die dus gebaseerd is op feiten. Feiten. Daarmee kunnen mensen zich weren, kunnen ze zich wapenen, kunnen ze iets, een tegenbeweging opbouwen. Maar wat hebben we tot nu toe over het algemeen gehad? Wel, ik moet zeggen, er is een verandering op gang. Want we hebben een Joost Niemuller, we hebben een Wierdruk, we hebben, die Turkse. Ebru Umar. Er is een verandering op gang. Alleen, er moet een bindmiddel tussen al die mensen komen. En dat is er nog niet. Er moet een bindmiddel komen waardoor ze elkaar ondersteunen. En op een gegeven moment zeggen, goh, jij bent daar goed in, ik heb wat voor je, alsjeblieft. Doe daar wat mee. Vanmorgen ook, ik heb een oproep gedaan van hoe dat het onderwijs is geïnfiltreerd door die hele linkse beweging. Ik heb een oproep gedaan, stuur me iemand die een boek wil schrijven, hoe dat gebeurd is, op welke wijze. Mijn archief zit vol met voorbeelden, hoe dat 3 decennia geleden begonnen is. Hoe ze dus dat hele onderwijs hebben omgeturnd. Inderdaad ook eerder podcastgast inderdaad Jernus Rammertausing gehad met de Facebookpagina Linkse Indoctrinatie op mijn universiteit. Volgens mij, ik denk dat hij ook wel luistert, dus volgens mij is dit gewoon een open sollicitatie wat dat betreft. Ja. Nou, welkom. Hij kan naast me gaan zitten. En ik adviseer hem om bijvoorbeeld in het kader van afstudeerproject en scriptie of iets anders onderzoek te doen. En dan kunnen we er altijd nog een boek van maken. Maar dat scheelt een heel veel werk. Maar het is ook wel interessant om even te weten, wat heeft je bewogen om dit archief aan te leggen? En hoe ben je, als die informatie, als je dat vrij wil geven, maar hoe kom je aan je informatie? Wat heeft je bewogen dat archief, of ben je er overheen gestruikeld, zeg maar? Nee, dat is altijd een standaardvraag die ik krijg, van hoe ben je daartoe gekomen? Hoe, waar, wat? En daar heb ik altijd een heel kleine verklaring. Ik ben een oorlogscadeautje. I'm a war child. Mijn vader was een Amerikaans soldaat. En die leerde mijn moeder kennen en hij liet mij als cadeautje achter. Gelukkig heb ik hem heel vroeg leren kennen. En ik heb dan ook hele discussies met hem gehad in Amerika, in de tijd van de Vietnamoorlog. Mijn neefjes hebben daar gevochten, Amerikaanse neefjes. Ik heb het World Trade Center zien bouwen, maar ik heb het ook nee zien komen. Ik kon niet begrijpen als jongen zijnde hoe Nederland in staat was, die demonstranten, om de Amerikaanse vlag te verbranden. Ik dacht altijd, mijn vader heeft gevochten, die zat van boven en onder de littekens in die oorlog. Om dit land mee te helpen, dit land te bevrijden. En waarom zijn wij hier de Amerikaanse, waarom alles tegen Amerika? Hoe zit dat nou? En ik zag altijd dezelfde symbolen voorop, hamer en sikkel en de roos van de PvdA. En dezelfde figuren voorop lopen. En ik kreeg daar als jongen een hekel aan. Alleen ik kon dat niet onderbouwen. Totdat ik op een gegeven moment in 1970 in de Bijlmermeer terechtkwam. En ik daar begon als bewaker. En ik toen al onze rijksgenoten zag komen. En onmiddellijk allerhande advocatencollectieven en hulpinstanties die onze rijksgenoten gingen begeleiden. Kregen er allemaal kantoren voor. En die kantoren moest ik bewaken. Alleen 's avonds moest ik alles afsluiten, kijken of de ramen open stonden. Dus toen kon ik nog wel eens wat lezen. En toen zag ik ineens dat bijvoorbeeld het advocatencollectief werd na 5 uur 's avonds CPN-kantoor. En toen werd alle maatschappelijke materialen gebruikt voor communistische propaganda. Of voor de PSP of voor de PPR. Dus ik begon langzaam te begrijpen hoe dat in elkaar zat. En toen werd die haat omgebogen in interesse. Van God, hoe hebben ze dat gedaan? We zijn allemaal mensen. Ik heb eens een tijd gehad op een gegeven moment toen ik dus begon met het verzamelen van informatie. Want het begon eigenlijk, ik bewaakte daar ook een project met 80 herenhuizen.
En op een gegeven moment stond er op de nominatie om gekraakt te worden. Toen kwamen krakers uit de Vondelstraat, hè, de beruchte pand. Die kwamen naar de Bijlmermeer, gingen in die culturele ruimte zitten. En spraken de Surinamers en Antillianen toe van... Jullie hebben ook recht op zo'n huis en jullie moeten dit. En we gaan samen die huizen pakken. Hè, want die stonden allemaal leeg, die 80 herenhuizen. Dus ik kreeg een verantwoording. Dus ik liep naar mijn opdrachtgever en ik zei van... Jongens, het gaat gekraakt worden. Wat moeten we doen? Dus die wilde bouwvakkers met knuppels en werk. Ik zei, nee, want ik werk hier. En ik moet volgend jaar hier ook nog werken. Laat mij maar even denken. Dus er s'nachts op mijn auto zat ik de patrouille en ik dacht, hé, wacht nou even, omdraaien. Er zijn ook mensen die huizen zoeken en niet radicaal zijn. Dus toen ben ik woningbureaus gaan benaderen en studenten gaan benaderen. En ik heb dat die huizen, die 80 herenhuizen, want ik wist dat moest binnen 3 dagen gebeuren, volgezet met, hoe noem je dat ook, uitlenen van huizen. Dat komt op mijn koker. En toen heb ik samen met Pricewaterhouse hebben contact samengesteld, een uitleencontract. Dus toen die krakers kwamen met die Surinamers, had ik buiten, was precies op kroning van Koninginnedag, Beatrix. Want toen was er geen politie, hadden ze mooi uitgekiend. En maar ik had intussen ook politieagentjes erin wonen, want die waren uit het hele land Amsterdam gehaald. En die konden mij even ruim naar wonen. Dus toen ze aankwamen was alles bezet. Er stonden gordijnen voor een tafel, een stoel en een bed. Had ik in 3 dagen tijd gedaan met een woninginrichter. Dus er kwamen die politiepetjes tevoorschijn en mensen dachten, er was niks meer te kraken. En ik had buiten een tafel neergezet een oranje bitter, van kon ze een glaasje oranje bitter krijgen. Ja. En zeker inderdaad toen natuurlijk ook, hè, met de slag om de Brouwbrug en zo. Ja, wat natuurlijk mooier om daar inderdaad dan een glaasje oranje bitter Maar wat ik eigenlijk in dit gebeuren wil zeggen, is leer je tegenstander kennen. Ga niet meteen grijpen naar middelen of weet ik allemaal wat. Leer eerst hoe ze denken. Kruip onder hun huid en bestrijd ze met hun eigen uitgangspunten. En een van die uitgangspunten is organiseren, samenwerken. Leren hoe die geschiedenis in elkaar zit. Leer van ze, draai het om. Bij de Batavieren een podcast kunt u niet alleen genieten van inhoudelijke discussie, maar ook van leuke events. Wij zullen nu aankondigen welke events er aankomen. Donderdag 8 augustus... hebben wij weer een Batavierenborrel in Café de Bekeerde Zuster in Amsterdam. U bent allemaal welkom. Nieuw! Doneren aan de Batavieren podcast. Hoezo? Om uw waardering te laten blijken en ons financieel te ondersteunen in het maken van deze podcast. Hoe dan? Op onze nieuwe website batavierenpodcast.nl kunt u eenvoudig via Ideal Credit Card, Overbooking of PayPal uw geld geven aan ons. En gewoon een beetje geld geven. Zie je, hier, voor het goede doel. Denk je dan. Ga er zo op. Maar is dat ook niet ook iets, want juist eigenlijk bijvoorbeeld het liberalisme is heel erg individualistisch natuurlijk ingesteld. Ja. En terwijl je natuurlijk inderdaad het socialisme, communisme is natuurlijk van natuur veel meer collectivistisch ook ingesteld. Ja. Dus daarom vind ik het ook in die zin is natuurlijk daarom dus ook logisch ook dat die ook dus ook sneller samen zullen klonteren. Ja. Maar is het dan inderdaad toch wel inderdaad wel ook goed dat je, want wat je anders namelijk ook wel weer krijgt binnen rechts, ook weer een soort van politieke correctheid, dat je inderdaad ook binnen rechts ook wel weer over een heleboel dingen ook wel weer hetzelfde gaat denken natuurlijk. Nou, kijk, op dit moment zie je dat bijvoorbeeld mensen die dus niet tot de linkse beweging behoren, of linksdenkend zijn, de mensen hebben ook goede linksdenkende mensen hoor, maar mensen die dus tot de linkse kerk behoren, dat die zoveel verworvenheden van ons afpakken, hè, voor de ouderen, voor neem dan bijvoorbeeld het hele asielprobleem wat er ontstaat, dat mede door de kosten van de overheid, bijvoorbeeld onze gezondheidszorg, onze eigen bijdrage wordt groter. Bewoning van nieuwe huizen, jongeren moeten wachten omdat asielzoekers voorgaan. Er wordt zoveel van onze verworvenheden afgepakt, vrijheden. Je kunt in bepaalde wijken niet meer lopen. Dus liberale mensen zullen gedwongen worden, willen ze iets daartegen kunnen doen, samen te werken. Als we doorgaan op deze manier, dan kunnen we straks allemaal, vooral de vrouwen, een boerka dragen of een hoofddoekje dragen. En jij moet je baard laten groeien. Ja? Dus we worden gedwongen als we niet om ons heen kijken en zien wat er de sluipende wijze gebeurd is.
hoe onze scholen, als ik op de scholen ga kijken, hoeveel blanke kindertjes zitten nog in Amsterdam op scholen? He? En ik heb niks met racisme, absoluut niet. Zeker niet. Maar je ziet wel dat er dus een volksverhuizing plaatsvindt, waardoor de hele samenstelling van onze maatschappij verandert. En daarmee de cultuur, regelgevingen en ga zo maar door. De politie die iftar bijeenkomsten houdt. Kinderen van scholen die geknield in de moskee zitten. Waar zijn we mee bezig? Wat zijn we aan het doen? Dus op een gegeven moment, als liberalisme, liberaal mensen willen overwinnen, als het individu wil overwinnen, ja, samenwerken, samenwerken, of begin maar alvast met de Koran te lezen of andere dingen te doen. Maar er zit nog een ander element aan, want jij hebt nu een beetje over de islamisering, zeg maar. Onder andere. Daar zit natuurlijk ook een demografisch aspect aan, in de zin van, ook al halen we geen enkele moslim meer binnen, doordat ze aanzienlijk hoge hogere geboortecijfers hebben. Ja, mag je rustig zeggen. Dat wil Allah, want er is een kreet geweest van een heel belangrijke imam, jaren geleden, tijdens de internationale islamitische conferentie, toen de muur omlaag kwam, zei hij zo: Oost en West hebben nu lang gevochten, nu gaan wij. Zij hebben de atoombom, wij hebben de baarmoeder van de vrouw. Ja, dus ook al zou je als liberale of rechts, of hoe je het wil noemen, samen gaan werken, dan is het niet al te ver, zeg maar. Zijn er niet al... Natuurlijk zijn die mensen, en natuurlijk groeien ze in aantal enorm snel. Maar dat wil nog lang niet zeggen dat wij onze wetten aan moeten passen. Dat de vrouwen niet meer op straat kunnen lopen. En want heel veel moslims zijn mensen die net zo denken zijn, ja, en ik hoor. Alleen ze durven niks te zeggen, omdat ze bang zijn voor hun eigen achterban. En ook nog eens een keer door de linkse kerk worden aangevallen, afgemaakt worden. Ja? Ja, want zie jij onder moslims dan ook een groep dat je zegt van die zouden, daar zouden wij dan mee kunnen samenwerken? Ja, hoor, om absoluut. Hem eigenlijk te, zeker weten. Ja, moderniseren, ja. Of hoe wil je het noemen? Nou, Ebru Umar, je noemt het zelf op. En ze zijn er nog een paar, hoor. He? Maar die mensen moeten geholpen worden, die moeten gesteund worden. Maar die worden notabene door de linkse kerk, door onze eigen politici afgemaakt, door onze eigen media afgemaakt. Dus als je als liberalen samen gaat werken, dan ligt er een enorme taak om die media en politiek aan te pakken. En gewoon om die andere mensen, ook binnen de islamitische gemeenschap, te steunen. En dan moet je beginnen bij de vrouw. Want de vrouw is altijd degene die de belangrijkste veranderingen in de maatschappij teweeg brengt. Want zij zijn degene die de kinderen opvoeden, die de kinderen grootbrengen. Kijk, en die macho mannetjes, als je de wetten aanpakt en je zorgt dat de politie weer normaal functioneert, normaal gaat handhaven en geen thee gaat zitten drinken en iftarbijeenkomsten. Is het te gek voor woorden, we zijn mee bezig. Maar ook dat kan ik verklaren. Nog even een zijsprong. Op een gegeven moment, toen heeft de linkse kerk ervoor gezorgd dat de politieacademie compleet geïnfiltreerd werd door linkse idioten. Peter Klerks, voormalige kraker en degene die de jacht op de politie opende samen met de Jetje Bussenmakers. Hè? Mevrouw met Janssen en Janssen toen de tijd. Leraar op de politieacademie. Piet Rekman, de peetvader van de linkse kerk. De peetvader van de radicalen. Politieacademie. Ging alle politiemensen op zitten leiden. Wat wil je dan? Ja, ik heb ook het idee dat die politieagenten, dus die helemaal, ja, die daadwerkelijk de thee drinken, zeg maar, dat het ook uit een soort pure machteloosheid of angst is. Omdat ze er niet tegen in durven te gaan. Dus dan gaan ze daar maar thee drinken om te smeken dat ze met rust gelaten worden, heb ik het idee. Nou ja, helemaal je eens. En dat gebeurt dus ook op de scholen en dat gebeurt op de gemeentehuizen, waar de schilderijen waar een varkentje op staat weggehaald wordt. Wat zijn we dan doen, joh? Kijk, en dat bedoel ik, daar ligt een enorme taak om het stukje cultuur wat we hebben te behouden, te beschermen, te beveiligen. En daarmee ook naar de toekomst toe te proberen de balans in orde te houden. En hoe zie je zo'n verandering voor je in de politiek en media? Want het lijkt nu heel erg inderdaad richting die, ja, toch wel beheerst te worden door de linkse kerk, om het zo maar te noemen. Ja, ze hebben een heel groot probleem, hè? De sociale media. Ja. Ze hebben, wij, zoals jullie hier zitten, ze hebben een heel groot probleem, de sociale media. Ze zijn ook heel druk bezig om te proberen die sociale media aan banden te leggen. In Brussel, in Amerika, oh nee, nu, want nu zit Trump toch, maar Obama probeerde dat ook al. Ze zijn heel druk bezig om die sociale media, want die kunnen ze niet controleren. Nu is het onze taak om te zorgen
dat die sociale media die we hebben, om die te behouden en te voorkomen, dat het door die rode houtwormen weer van binnenuit wordt uitgehold. Want Google en Twitter, ze nemen van mij aan, ze gaan proberen om het zo snel mogelijk over te nemen. Ja, inderdaad, want je, dat zie je. Ik heb zelf inderdaad dan ook natuurlijk ook een IT-achtergrond. En je ziet inderdaad ook, bijvoorbeeld ook inderdaad ook weer laatst, Google die inderdaad weer een mega boete bijvoorbeeld. Dat slaat nergens op. Weer krijgt inderdaad van 2,4 miljard inderdaad. Ik denk inderdaad ook wel dat en dat is dus ook inderdaad ook het gevaarlijke, zeg maar, ook van ja, bij wie ligt inderdaad ook de internetaansluiting. En je ziet inderdaad ook in het verlengde ook daarvan dat inderdaad dictators inderdaad ook als Erdogan, dat hij inderdaad al met Twitter inderdaad afsluit. Je moet dat kan ik ook iedere luisteraar wat dat betreft ook aanraden, van bekijk gewoon eens van welke sites op dit moment er in Turkije bijvoorbeeld op dit moment niet online zijn. Ja, inderdaad, niet kan bezoeken. En ook bijvoorbeeld ook in China heb je natuurlijk de Great Firewall of China. En ik denk dat we daar inderdaad ook wel, ik denk dat je daar wel inderdaad ook gelijk in hebt, Peter, dat we inderdaad er een stuk dichterbij zijn dan dat we zelf inderdaad durven denken. Dus ook daar ligt een taak. Je noemt de liberalen, laat ik het dan maar even blijven noemen zo. Daar ligt een taak om te zorgen dat we onze eigen Google krijgen, dat we onze eigen Twitter krijgen. En dat we dat afschermen, zodat het niet weer op de kosten keren door linkse aandeelhouders wordt overgenomen. Zoals een meneer Derek Sauer, die dus het NRC binnen ging pakken. Of hoe noem je ze, de Rockefellers, die, of George Soros. Dat zijn mensen die met kapitalen zo gauw mogelijk proberen die media om te turnen. Ja, of kijk inderdaad ook maar recent natuurlijk ook met het mediahuis, hè, die inderdaad van geen stel moeten we af, terwijl ik ben wat dat betreft een F5er wat dat betreft op geen stel. Ik lees het altijd heel met ontzettend veel plezier, maar dan is een van de dingen is om meteen een mediahuis te kijken, wie zijn er, vergeet eens, op een gegeven moment moet je namen vergeten, als jij een naam van een organisatie vergeet. Wat je altijd moet doen in deze is, welke poppetjes zitten in zo'n organisatie? En dan zul je gauw zien, wie is dat poppetje? Oh, die zat eerst daar, die zat daar, en die zat daar, en die heeft die agenda. En als je dan zo'n organisatie wil beschermen, dan richt je je op die poppetjes. Pak de poppetjes, daar zijn ze gevoelig voor. Zoek uit of ze fraude plegen, of wat ze ook doen. Haal hun lijken uit de kast. Want die hebben ze allemaal. Hebben we allemaal. He? Dus vergeet nou onze organisatie aan te pakken. Pak die poppetjes aan, want die zitten er niet voor niks in. Ja, want je ziet buiten dat de overheid probeert het internet te controleren. Zoals bijvoorbeeld in Duitsland al tweets van Geert Wilders niet meer te zien zijn. Dat is niet eens aan Twitter. Maar zijn we bezig? Heel bizar. Maar je ziet ook dat binnen Twitter, Twitter blokkeert vooral rechtse twitteraars. Ja. Linkse mensen, die mogen de meest agressieve dingen en met afgehakte hoofden en weet ik veel wat delen. Facebook hetzelfde. Genoeg vrienden die gezukt zijn. Ik heb er nog een last van gehad tot nu toe. Maar het ligt ook wel een woorden. Je moet de formulering. Je kunt hetzelfde zeggen, maar op een andere manier. Ja, precies. Ja. Ja, maar dat is ook een iets wat ik van links geleerd heb. Je moet het woordgebruik in de strijd tegen is heel erg belangrijk. Je moet niet gaan zitten schelden. Je moet niet. Nee, er zijn anderen. Gewoon met feiten. Klap met feiten. Kun je niks aan doen. Ja, maar aan de andere kant zie je ook steeds meer dat die discussies veel feitenvrijer worden. Zoals bijvoorbeeld over klimaat. Ja. Daar kan je feiten ontzettend op een rijtje hebben. Maar nog steeds heeft het GroenLinks standpunt veel meer volgers. Dus ik vraag me af, ook al heb je die feiten, dan ben je er nog steeds niet. Weet je, dat moet je zo zien, dat GroenLinks heeft natuurlijk een enorm netwerk. Als je nou eens gewoon simpel googelt op milieuorganisaties. Hoeveel milieuorganisaties? Hoeveel leden heeft zo'n milieuorganisaties? Nou, dan krijgt GroenLinks, denk ik, met een mensenrechtenorganisatie, blablabla, krijgt hij zomaar 10.000 mensen in de zaal. Wie zijn dat dan? Wie is GroenLinks? Huh? De Achilleshiel van de linkse kerk zijn de subsidies. Als wij morgen in staat zijn om de subsidies te blokkeren naar al die organisaties, zakt het als een pudding in elkaar. Maar wat je dan inderdaad wel inderdaad ziet, is dat het en dat vind ik, en dat zie je natuurlijk nu ook eigenlijk met Baudet natuurlijk gebeuren inderdaad, die dat inderdaad ook aanpakt, dat inderdaad ook de eerste bedreigingen ook komen inderdaad. En dat
En dat dan, kijk, en dat vind ik dus, dat vind ik in die zin ook echt gewoon een gevaarlijke ontwikkeling inderdaad, die ik gewoon zie van dat het. Want kijk, eigenlijk heeft bijvoorbeeld links heeft eigenlijk de salami-methode. Iedere keer kwam er weer een plakje in feite bij, zeg maar. Ja. Ja, dat is heel geleidelijk is dat gegaan. En waar ik heel erg bang voor ben, is eigenlijk ook gewoon net zoals Fortuyn, dat we inderdaad er eigenlijk even één grote dreun tegen aangeven. En dat vind ik ook wel een zorgwekkende ontwikkeling. Van ja, als je er weer één dreun tegen aan wil geven, wat ik het liefst wil doen in de zin van, hè, dus een dreun waarbij eigenlijk dat linkse huis gewoon eens inderdaad even door elkaar wordt geschud. En gewoon ook eens even wordt gekeken inderdaad, hè, zoals je eigenlijk ook al in modus operandi ook doet. Van nou, wie zijn die mensen, wat zijn de agenda's van die mensen, et cetera. Dat inderdaad je op demoniseren komt te staan. Want zou je dan veel meer juist die boomschutmethode, dus meer inderdaad Fortuyn, Wilders, Baudet, of zou je echt veel meer de geleidelijke aanmethode daarin ook kiezen? Nou, ik zou een tweesporenbeleid hanteren. Ik zou er radicaal tegenin gaan. En ik zou tegelijkertijd het uitgebreid toelichten van hoe werkt het netwerk, hoe zitten ze in elkaar en stel ze aan de kaak. Maar weet je wat ik zo mooi vind? Heel veel mensen, en dan moet je gewoon luisteren wat je zelf zegt. Heel veel mensen zeggen tegen mij van, bent u niet bang? Want kijk, ik zeg van, welk land leven wij? Leven we in de voormalige Sovjet-Unie? Of leven we in het voormalige Oost-Duitsland? Of leef ik in Venezuela? Wat zeg je eigenlijk? Luister nou eens naar wat je zelf zegt. Dus we moeten gewoon allemaal bang blijven en dan onze mond houden. Er moet toch eens een keer een streep in het zand gezet worden. En nou is het afgelopen. Nee, absoluut. Absoluut. Kijk, daarom is dit ook zeg maar mijn verzetsdaad in die zin. Ja. Het debat en vieren podcast. Ja. Maar ik persoonlijk denk inderdaad dat we veel meer eigenlijk in een veel beter verpakte Orwelliaanse wereld zitten. Dan dat we op dit moment inderdaad zelf denken. En dat we in die zin dus ook veel meer ook hè, we zijn eigenlijk ook omdat mensen zetten inderdaad de tv aan en zien dan inderdaad het journaal, weet je wel, waarbij inderdaad al gewoon de items zo gepick and choose zijn inderdaad. We hebben bijvoorbeeld CNN is dat mooi, hè? Ja, dat nu, ja, hè? Dat neem ook bijvoorbeeld toevallig, vraag me niet waarom, maar mijn moeder wilde bijvoorbeeld naar het journaal inderdaad kijken en dat eindigt dan weer met een duurzaamheidsitem. Ja, dat weet je wel, dat weet je gewoon, zeg maar, weet je wel, van ja, en dan weet je ook van nou wie dat inderdaad ook heeft geselecteerd. Ja, daar word je gewoon echt gek van wat dat betreft. Of in ieder geval, ik wel. Dus ja, maar daarvoor hebben we gelukkig dit soort kleine initiatieven. Want hiervan moeten we het wel, denk ik, in ieder geval hebben. Nou ja, ik zeg in ieder geval, laat je niet bedreigen. Laat je niet bedreigen. En dan kun je misschien wel zeggen van, ja, maar ik ben niet in staat om het te verdedigen. Dat wil niet zeggen dat je moet laten bedreigen. Er moet altijd, en dat is heel erg belangrijk, moet er dus een meldpunt zijn. Bijvoorbeeld waar je terecht kunt. En als het niet de politie is, dan regelen we dat zelf allemaal. Ja? Ik bedoel, ze hebben mij ook vaak genoeg bedreigd. Stak de volgende dag aan hun deur, tik ik even op de deur. Dan zeg, hoi, alles goed, dan ben we weg. Ik doe niks. Ja, je ziet natuurlijk, dat zie ik om me heen, ook wel mensen die serieuze last hebben van dat ze hun mening uiten. Ik ben zelf ondernemer, ik heb er zelf nog geen last van gehad. Maar mensen die bijvoorbeeld een baan kwijt zijn of die zelfs een relatie hebben zien verbreken. Dus mensen hebben best wel, want aan de ene kant kan je zeggen van laat je hem bedreigen. Aan de andere kant, mensen hebben wel hele grote gevolgen voor hun leven. En dan snap je ook wel van waarom anderen het niet durven. Maar die mensen die bijvoorbeeld hun baan kwijt zijn, die hebben geen achterban. Die met 20 of 30 mensen dat bedrijf binnenstappen en zeggen van, wat is dat hier? Hebben wij niet. Hebben we niet. Ja, want rechts is dan zo individualistisch dat ze zeggen van, ja, je moet zelf maar je brood verdienen. En wij gaan niet met z'n allen. En dan lopen ze tuilen. Ja. Leer nou eens een keer samenwerken daarnaast. Hè? Je kunt ook van, ze zijn wel lid van een kaartclubje of een biljartclubje. Ja, wat is lid van een ander clubje die gewoon net zoals hier, waar we nu zitten, gezellig van zitten te brainstormen en dat soort dingen meer. Ja, leer nou eens een keer voor je geloofsgenoten opkomen. Ja. Gelijkgezinde geloofsgenoten, heeft niks met religie te maken.
Dat, nee, maar ja, ik denk dat dat inderdaad ook wel een goede les ook wat dat betreft ook is. En dat merk ik ook wel inderdaad, dat in ieder geval wel inderdaad ook steeds meer. En dat is denk ik ook het slimme ook wat Baudet bijvoorbeeld inderdaad ook heeft gedaan. Maar, en dat vind ik veel gevaarlijker. Kijk, als ik Baudet over een beweging hoor praten, inderdaad woordgebruik inderdaad, dan associeer ik dat inderdaad, hè, de mars door de instituties, eigenlijk een soort van omgekeerde Gramsci. Maar als ik inderdaad nu ook hoor inderdaad, hè, van Asscher, van ja, de PvdA moet een beweging worden, dan denk ik van ja, die beweging is er in feite. Het is nooit anders geweest, PvdA is een beweging. Dat, en, maar het heeft ze uiteindelijk een nek de das omgedraaid, de PvdA. Doordat ze te veel beweging zijn geweest, hebben ze dus in onze maatschappij zoveel ellende gecreëerd. Want alle asielzoekers en de verkleuring van onze maatschappij hebben we te danken aan de Partij van de Arbeid. Van het begin ervan. Ja, kijk, ik vind het een mislukking. Maar inderdaad, in de ogen van die mensen is dat een enorm succes wat dat betreft. Ja, je bedoelt de vluchtelingen. Ja, maar nou, ook alle mensen die zichzelf natuurlijk ook verrijkt hebben. Laat dat wel zo. Tuurlijk. Ja. Dat zie je ook inderdaad ook weer, hè, ook in het boek inderdaad natuurlijk, hè, ook inderdaad hebben met bijvoorbeeld inderdaad ook een Frans Timmermans bijvoorbeeld in de Ploemers en zo, die inderdaad overal inderdaad weer vriendjes hebben met de Vietnamse kwestie inderdaad, die je ook bespreekt van, ja. Ze hebben de verkiezingen verloren, maar ze zitten nog alle strategische posities. Wat heeft Timmermans in Brussel te zoeken? Die vent, die is helemaal niet meer door ons gekozen, joh. Donderom met die kerel. Ja, maar dat is natuurlijk, ja, aan de ene kant kunnen we juichen dat de PvdA zo verloren heeft. Aan de andere kant heeft het helemaal geen bal invloed. Ze zitten overal. Ze zitten op alle ministeries. Ze zitten in de Europese Commissie. Ze zitten in de VN. Ga ze maar door. Aatje Melkert en we noemen ze maar omhoog op die er allemaal gezeten hebben. Hè? Dus dat klopt ook allemaal niet. Ik wil op het moment dat zo'n partij, nog zitten nu nog in de regering, in de interim regering, maar op het moment dat er een andere regering is, zouden die mensen allemaal van hun post weg moeten. En ik ben een groot voorstander ook van een gekozen burgemeester. Het is te gek hoe het allemaal die vriendjespolitiek gaat. Het partijkartel. Ja, dat is natuurlijk waarom ze heel erg bang zijn voor directe democratie. Natuurlijk. Van gekozen minister-president, gekozen burgemeester. Omdat ze dan niet hun netwerkje in stand kunnen houden. Want kunnen we via de referendums zijn ze nu ook niet meer tegen? Of ja, zijn ze nu ook tegen? Ja, dat vinden ze ook allemaal fascistisch bijna. Ja, dan kom je aan een speeltje. Dan wordt Baudet weer met Hitler vergeleken. Maar zie je in het huidige politieke systeem een ingang om dit soort dingen te veranderen? Of zeg je van het systeem is hun zo gediend dat je het eigenlijk niet via de politiek zou kunnen veranderen? Nou ja, de enige manier om het te veranderen is via de politiek. En alleen, je kunt het alleen maar veranderen door de politici, degene dus direct aan te pakken, weer op de persoon, en degene die dus een ander geluid laten horen, te steunen. Maar denk je ook niet, want ik denk dat dat namelijk nu het, ook natuurlijk ook met eigenlijk ook, hè, de steeds meer toenemende macht ook van Brussel ook, hè, dat we dat ook gaan zien, dus dat we ook steeds minder ook die mensen in die zin dus ook verantwoordelijk kunnen houden, omdat die dus inderdaad gewoon Europees, solidair natuurlijk, hè, als ze zijn natuurlijk ook gaan samenwerken. Is dat ook niet gewoon een beweging ook die wat dat betreft ook ziet inderdaad ook, waardoor inderdaad ook zo'n Frans Timmermans inderdaad ook dus ook naar Europa gaat, juist ook omdat ze gewoon zoveel achter de schermen macht uit kunnen oefenen en ons regels op kunnen leggen, ja, zonder dat we er direct van op de hoogte zijn. Ja, exact. Maar kijk, dat is ook het hele grote probleem. Is dat de politiek zich verstopt achter Brusselse regelgeving, achter internationale verdragen. Ze kunnen het vluchtelingenprobleem niet aanpakken, omdat ze zich beschermen of verschuilen achter internationale verdragen. Het internationale mensenverdrag, dat functioneerde op een gegeven moment, tot zal ik maar zeggen 10 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Daarna is het onmiddellijk door die linkse muizen overgenomen. En wordt het gebruikt en misbruikt, zelfs tot grote criminelen die niet uitgezet kunnen worden, terroristen die niet uit kunnen gezet worden in Nederland, op het kader van mensenrechten. Ja. Maar kijk, Peter, want jij hebt namelijk natuurlijk al die mensen, jij weet al die cv's van die mensen, jij kent al die mensen. Zie jij inderdaad ook gewoon als je het hele linkse veld, zeg maar in zijn totaliteit in kaart brengt, zie je dan inderdaad ook in, laten we zeggen, in die hele kerk ook een
al een hele grote verschuiving naar Brussel. Dus dat je ook echt al ziet van, hey, wacht even, volgens mij zijn ze gewoon het zinkende schip Nederland aan het verlaten. En gaan ze inderdaad allemaal in één keer Europeeën hebben. Worden in één keer de cv's veel Europeeser dan dat wij zouden willen. En dat ze gewoon zeggen van, nou, Nederland laten we achter ons. Of zie je die beweging dan weer niet? Dan moet je weer even teruggaan in de geschiedenis. Proletariërs, alle landen verenigt u. Een heel oud agendapunt van de linkse beweging, internationaal, is een wereldregering. Een wereld zonder grenzen. De Global Village. Waarin iedereen recht heeft om overal te wonen, op een uitkering, op een woning. Wie het betaalt, doet er niet toe. Dat is hun streven. Dus de stap naar Brussel is een tussenstap. De stap naar de VN is de volgende stap. Zij willen een wereldmacht. Ze willen dus een wereldpolitie. Ze willen een wereldleger. Ja, dat is al een hele oude agenda van ze. Alleen dat doen ze iedere keer stapje voor stapje. Een van de grootste opmerkingen kreeg, alleen van dit boek, zijn ze er al zoveel jaar mee bezig. Ja, iedere keer een beetje, iedere keer een beetje, iedere keer een beetje. En voor je het weet, hebben ze het voor elkaar. Dus daarin moet je Brussel zien. En dan gaat dan niet meer om democratie. Ze willen helemaal geen democratie. Want dan kunnen ze het nooit bereiken. Zo gevaarlijk is Brussel. En ik heb ik een paar jaar in Brussel gebivakkeerd. Omdat ik adviseur was van een paar politici. En ik ken het Brusselse circus. En die hele Europese Commissie, die moeten we morgen sluiten. Want die hele Europa is nooit gekozen door niemand. En er zitten mensen die zich een macht hebben toegeëigend. Die is een soort Napoleons daar zitten. Die zich keizer voelen. En wat dingen doen. En niemand controleert het. Want het Europees Parlement laat daar een hele grote steek vallen. Het Europees Parlement moet de macht hebben. Niet de Europese Commissie. Dus het is de Europese Commissie is een gevaar. En ik hoop dat Engeland met zijn Brexit opvolging krijgt. Dat er meer landen zeggen van. Dat we ze dwingen om die Europese Commissie te sluiten. Want het is één grote maffiabende, hoor. En dat zeggen ze ook rekkend gezicht, hoor. En mijn archief kan dat staven. Nou ja, vandaar ook de vraag van hè, toen we het net hadden over het verlies van de PvdA. Je zegt van de politiek is de enige manier om het te regelen. Ja. Maar aan de andere kant verliest de landelijke politiek steeds meer aan macht. Ja, maar daar moeten we zorgen dat die politici die bijvoorbeeld tegen Brussel zijn. En ik ben in principe niet tegen Brussel. Als het gaat om elkaar te steunen, zakelijk en weet ik allemaal dingen meer. Maar niet dat Brussel ons gaat vertellen of we een flesje olijfolie op tafel mogen hebben of niet. Ja? Brussel, daar hebben ze niks mee te maken, maar ze zijn niet gekozen. En Europa, een Engelsman is geen Duitser. En een Duitser is geen Fransman. En een Nederlander is geen Spanjaard. Europa is vanuit de oude culturen, is het een mix van mooie dingen. Kijk, Amerika heeft dat probleem niet. Het zijn allemaal immigranten. Australië heeft dat probleem niet. Nieuw-Zeeland heeft dat probleem niet. Ja? Maar wij als Europa is een heel oud volk, joh. Dat werkt gewoon niet. We kunnen niet alle Europeanen op een hoop gooien. Bestaat niet. Ja, democratie is dus op dat niveau haast onmogelijk, omdat we nooit één debat kunnen hebben op Europees niveau bijvoorbeeld. Nee, met al die verschillende talen en culturen. We kunnen het hebben over autowegen aanleggen en over treinverbinding, over logistiek. We kunnen het hebben over de havens, over luchtvaartverkeer. We kunnen praten over een beetje bescherming van elkaar. Handel drijven. Maar je gaat mij toch niet vertellen of ik hier mag zeggen van die vluchteling wil ik niet of wel. Want dan ben ik zo blij met Hongarije en met Tsjechië en met Polen. Want die zeggen, wij hebben die nonsens lang genoeg aangehoord, die linkse troep, toen we hier die communisten hadden. Nou ja, die zijn bezet en die zijn vrij en die zijn blij dat ze eindelijk hun eigen land hebben. Die zijn ook zeer gepassioneerd om het hun eigen land te houden. En ja. Die gepassioneerdheid voor het behoud van je eigen land, dat is iets wat in West-Europa behoorlijk lijkt te missen. Ja, kapot gemaakt is. Je mocht toch niet meer in de individu zijn. Je moest er allemaal gelijk zijn. Als was je fascist, racist. Huh? Als je iets van onderscheid maakt, dan zit je gelijk al in de verkeerde hoek. Ja, nou, dan moeten we dus een keer om gaan draaien. Dan moeten we eens een keer die andere van racisme en fascisme, rood fascisme, gaan beschuldigen. Alleen, hoe brengen we dat? De jongeren bij, hoe zeggen we dat? Genoeg is genoeg.
Hoe gaan we dat doen? Heb je er een idee over hoe je dat zou doen? Samenwerken. Samenwerken. En hoe zie je dat voor je? Sociale media. Sociale media is op dit moment het breekijzer. Ja. Het breekijzer, alleen wat we zouden moeten hebben, is onze eigen YouTube-channel. Waarin we dus ook discussies en tv-series en weet ik allemaal wat gaan doen. Dat zouden we moeten hebben. En we zouden dus financiers moeten vinden. Want dat is het gekke namelijk. We hebben dus aan de niet-linkse kant heel veel rijke mensen. En dan zie je nou als Anne bijvoorbeeld een 10.000 euro of een ton ergens in een netwerk zouden douwen. Joh, dan slaan we ze om de oren. Echt, dan slaan we ze keihard om de oren. Ja, want die social media is dan het breekijzer. Maar bijvoorbeeld achter Twitter zit al een behoorlijk Polycor bestuur. Twitter in Nederland is overgenomen door, even kijken, in ieder geval wordt een andere organisatie gerund. En ik heb toevallig gisteren alle poppetjes, de naam van alle poppetjes, naar een paar journalisten gestuurd en gezegd van, hou die eens tegen het licht. Maar voor je het weet is het weer zo'n linkse troep. Nou ja, bij Google werd ook al berichten, of positieve berichten rondom Hillary hoger gerankt dan de negatieve berichten. Tuurlijk. Of dan berichten over Trump. Dus ja, het hele Google en daarmee ook YouTube. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld in Amerika heb je James O'Keefe. En James O'Keefe heeft net weer CNN aan de kaak gesteld. Met zijn undercoverwerk. Huh? En hij heeft daarvoor Hillary en die Hillary-campagne aan de kaak gesteld. Is een goede vriend van mij. We hebben een James O'Keefe in Nederland nodig. Kom eens op met een jonge cameraman en interview bijvoorbeeld wat jullie doen. He? Alleen, dan moet je wel onderzoekswerk doen en zeggen van oké, we gaan morgen eens even op het plein in Den Haag staan. Want dan komt meneer Roemer, die gaat dan ergens aan het tafeltje. Hé, dag meneer Roemer, hoe is het nou met u? Blablabla, weet je. En dan onder valse vlag, links doet hij dan dus. Zijn uitspraken ontlokken, hun masker van hun gezicht rukken. Ja, daar hebben ze een hekel aan. Nou, en ik probeer door middel van mijn boeken het masker van hun gezicht te rukken. Bijvoorbeeld toen de tijd het boek over Mabel. Wie zijn ze nou eigenlijk? Wat zit erachter? Ik was altijd zeer pro-koningshuis. Totdat ik het boek van Mabel ging schrijven en onderzoek ging plegen. Nou hoop ik dat Alexander en Maxima een beetje anders gaan worden. Alleen Maxima werd ook meteen omgeschoold door de linkse kerk toen ze Nederland binnenkwam. We gaan zo'n beetje richting de afronding van deze podcast. Yes. Het was heel interessant. Ja, je raakt nooit uitgesproken. Raakt sowieso nooit uitgesproken, denk ik. Is er nog iets wat je op dit gebied de luisteraars wil meegeven? Nou ja, ik zou in ieder geval willen meegeven van laten we de instrumenten die we op dit moment nog bezitten en een stukje cultuur wat we nog hebben, laten we dat beschermen. Laten we zorgen dat het niet overgenomen wordt. Wees alert. Kijk op een gegeven moment binnen je gemeente, binnen je provincie. Wat gebeurt er allemaal? Hè? En wie probeert daar weer de boel om te gooien? En lees eens anders de kranten. Kijk eens anders naar het nieuws. Laat je niet door de mos bedotten. Laat je niet door de linkse media bedotten. Probeer eens even dingen te checken. Als je iets leest, probeer dan andere kanalen aan te boren. En leg de verkregen informatie op elkaar als een blauwdruk. En kijk voor wat je wel en niet kunt gebruiken. En of het klopt. Kom voor jezelf op, steun elkaar en zorg dat de weinige dingen die er nog over zijn, niet van je afgenomen worden. Lijkt me een heel mooi afsluitend woord. Hartelijk bedankt voor het interessante interview. Ik zal nog even herhalen, het gaat om het boek Modus Operandi van Peter Siebold, voor wie verder wil lezen. En voor nu, beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ja. En inderdaad, het is echt een aanrader. Nog maar. En jullie ook bedankt. Ja, heel goed.